Yo, kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Dylan Hofte van de Rotjoch en welkom weer terug bij een nieuwe Mindtopia video op mijn kanaal. En jongens, ik sta weer in mijn appartement, nog steeds helemaal leeg, want ik ben de laatste tijd bezig met veel te veel andere dingen. En ik heb gewoon geen tijd om naar de IKEA te gaan, aangezien ze er niet zo heel vaak zijn. En ik heb gewoon geen tijd voor en ik heb er ook niet zo heel veel zin in. Op het moment heb ik 546.000 euro's op de bank staan en de rest zit hierin, want dat wil ik gewoon daar houden. Dat wil ik doen, dat is mijn huis, het is daar veiliger. Dus ik hou het even daar, zodat niemand weet hoeveel geld ik precies heb. Dat kunnen ze uitrekenen, maar de meesten kijken toch mijn video's niet. Dus dat maakt op zich niet zo heel erg veel uit. Goed jongens, ik heb helaas heel slecht nieuws gehad. Gisteravond is iets gebeurd, namelijk in Mindtopia, waar ik heel erg van baal. Een van mijn werknemers van Foodtopia heeft mij bestolen. En niet van zo'n beetje geld ook, van 7000 euro. En ik ga nu naar de winkel toe, want daar is ook de teamleider, die was degene eigenlijk die erachter gekomen was. Vervolgens hebben we meeste geld en toen heb ik gekeken in de camera, dus die wil ik even spreken. Dat is Jan de Engelman. En nou ja, goed, gaan we even kijken in ieder geval bij, ja, bij Foodtopia, wat er dus gebeurd is. Want ja, ik vond het een beetje kut. Ik heb meteen de politie erbij gehaald. De dader die het gedaan heeft, die is opgepakt, zit nu in de gevangenis. En ik ga zo meteen naar het politiebureau om daadwerkelijk mijn aanklacht in te dienen. En dat ik zelfs schadevergoeding wil. En ik wil vertwijfelen voor hoeveel geld ik krijg. Ik ga hem echt aanklagen. Ik diefstal gewoon. Daar kan ik gewoon heel slecht tegen. In Mindtopia niet. In het echt ook gewoon niet. Want ik vind het zo dom. En je pakt gewoon geld van andere mensen. Dat vind ik heel erg naar. En daarom ga ik hem ook gewoon volledig straffen. En niet zo'n beetje ook. Ik ga niet zeg maar hem aanklagen voor mijn geld terug. Nee, ik wil mijn geld terug. En ik wil dikke geld zonder bij. Dus ik ben aan het twijfelen tussen 30.000 euro als schade claim eigenlijk. Of ik wil natuurlijk waarschijnlijk schadevergoeding. Of ik wil voor 50.000 gaan. Maar ik moet nog even kijken hoe ik precies ga doen. Moet ik even een advocaatje regelen. Maar ik wil gewoon hem aanpakken. Want gast, diefstal, sta ik gewoon hier niet toe. Ik wil dat hij een strafblad krijgt. Want hij is gewoon een dief in Mindtopia. En we hebben geen zin in dieven in Mindtopia. Is veel te gevaarlijk. Hebben we niks aan. Niemand kan hem vertrouwen. We gaan hem aanpakken. Maar als eerste ben ik nu bij Foodtopia weer. Dus we gaan eens even kijken. Yo. Jan. Yo. Hey. Hey jongens. Hi. Hey Jan, hoe is het jongen? Dan we beginnen. Hoe is het jongen? Ja, bij mij gaat het hartstikke goed. Ja, hoe gaat het met de winkel? Nog bestelling gedaan? Want ik zag dat het weer helemaal leeg is. Ja, ik heb gisteravond bestelling gedaan. Ik had even net gecontroleerd of die shipping niet meer heeft gestolen natuurlijk. Ja, want, daar ben ik toevallig voor. Daar ben ik toevallig hier voor. Maar het gaat lekker, de zaken. We zijn het uitverkocht, man. Jeetje, Mina. Het gaat echt hard. Poeh. Ja, dat is echt erg. Het is echt insane. Nou, gelukkig. Je bent ook de teamleider. Jij doet de bestellingen. Je bent er ook level 3 door geworden, geloof ik, hè? Klopt, zeker. Level 3 door geworden, omdat ik hem de teamleider, gemaakt heb. Maar vertel, want gisteren was het dus heel erg kloten. Je kan naar me toe van, hey, er is 7000 euro missen we in de kassa. Heb je goed opgezet, heb je goed gezien trouwens. Daar ben ik heel blij mee dat je het opvalt. Dat het geld mist uit de kassa natuurlijk. En ja. Nou, we hebben de camerabeelden bekeken. Ja, je bent natuurlijk meegekregen gisteren, want jij was aan het werk toen ze hem kwamen halen. Het was dus sheriffing. Ja. Het is een beetje stom van hem, want er zijn camera's. Ja, wat is heel stom voor degene die even buiten rol bleef, degene die het niet weet in Mindtopia. Als je ergens een camera hebt hangen in de winkel, dus ik heb er dus twee. Eén die wijst dus zeg maar helemaal deze kant op. Deze camera wijst mijn kassa. En deze kan ook zo naar mijn kassa wijzen. Dat houdt in zodra er gestolen wordt of er iets aan de hand is, kan ik altijd slash COI doen. Want dat is de camera. COI is kijken wie het gedaan heeft. En ik ga even kijken nemen. Doe ik slash COI mocht ik dus doen gisteren. En deed ik erop en had ze flats. Kijk, oh jeetje. COL3 zit volgens mij al die pagina. Daar staat het. Sheriffing removed. Dat ben ik trouwens. Poep, poep, poep. Ja, hier. 15 uur geleden, dus gisteravond. Sheriffing removed. 7 emerald blocks. Ik denk dat hij 7 blokjes verwijderd heeft. 7000 euro heeft hij gepikt. En dan ging we naar COL2 bijvoorbeeld. En hij heeft het nooit teruggestopt. Dat houdt in dat hij het gewoon keihard heeft gejat. En dat is niet de bedoeling. En daarom heb ik de politie erbij gehaald. En toen is hij opgehaald gisteravond. En hij zit nu vast, hè, Sheriffing? Ja, zeker. Ja, in ieder geval, top dat je het opgevallen bent. Dat je het opgevallen hebt. Dat je het gezag dat het gebeurde. Wat er gebeurd is. Dus vind ik hartstikke chill, Jan. Ga lekker door. Ik ga naar het politiebureau. Ik heb daar ga ik eventjes mijn... ja, ik denk dat ik hem aangeklagen voor een vrij grote som geld. Ja, dus, dat zou ik ook hebben gedaan. Ja, als jij het gewoon hier in de gaten houdt, dan komt het allemaal goed. Dus hey, fijne dag man, succes en nogmaals bedankt hè. Yes, fijne dag toch man. Fijne dag. Hallo Stefan, wat ben je aan het doen jongeman? Loep. Oké, top. In ieder geval, we gaan dus naar het politiebureau zo meteen. Want ja, ik ga hem gewoon aanklagen voor een heleboel geld. Zoals je inderdaad zag, ik heb dus de camerabeelden, ik heb bewijs. Er is 100% bewijs dat hij het gedaan heeft. Het is COI, oftewel de camera. Dat liegt niet, hij heeft het nooit teruggestopt.
En hij wou me niet spreken. Hij zei ook helemaal niks terug. Hij zei alleen maar, ja, ik heb het niet gedaan. Het is bullshit, het is onzin. En Matthijs die was erbij. En dat soort dingen. Maar ja, dat maakt me allemaal niet uit wat Matthijs gedaan heeft. Sheriffing heeft het geld gepakt en hij heeft het niet teruggestopt. Dat houdt in dat het gewoon gestolen heeft. En hij heeft het ook nooit teruggedaan. Hij wou me gisteren ook niet terugbetalen. Hij heeft het niet bij zich. Hij heeft het gewoon weggelegd. Hij zei van, ja, maar ik heb het niet eens bij me, dus ik heb het niet gedaan. Ja, dude, als ik in mijn kist ga, ik steel geld. Zoals dit 100.000 van de bank die ik toen ooit gestolen had. Als ik die dan gewoon in één keer wegleg in een andere kist. Ik heb het nu gestolen, waar heb je het over? Huh? Nou, gast, even je hersenen aanzetten. Maakt niet uit. Ik ga nu naar het politiebureau. Dus even kijken, nog wel een rondje om de tuinkast heen. Ik weet niet waarom zijn beacon ineens weer geel is. Volgens mij heeft Q-Trax het verkocht aan Sander. En Sander is niet echt een Blue of a Red Street grappie. Maar goed, we gaan naar het politiebureau. En daar zit volgens mij op dit moment, het is nu 2:30. Zit, even kijken, Danny, volgens mij is Danny daar. Ja, Danny Games, dan heb je hem. Zijn naam boven in beeld. En hij is een jonge politieagent, hij is de jongste. Jonge gozer, maar hij doet wel goed werk. Hij doet zo zijn ding, daar ben ik heel erg blij mee. Dus ik ga gewoon mijn verhaal doen bij hem. En we zullen dat zien, eens even kijken. Ja, daar heb je hem al. Hoi Danny. Oh, hallo meneer. Hallo, mooie hoed heb je man. Ja, dank u wel. Zeker. Hé, ik ben hier omdat er hier een gevangenis zit. Misschien heb je het meegekregen gisteravond van je collega's, wat gebeurd is? Ja. Dat Cheriffing op is gepakt. Heel goed. Weet je ook al waarom of weet je dat nog niet? Ja, omdat hij 7k bij jullie heeft gestolen uit kassa. Hartstikke goed. Ja, chill. Ik wil graag eigenlijk een aangifte tegen hem doen. En dat wil ik liever mondeling doen dan met een briefje. Oké, misschien wil je even binnenkomen anders? Ja, prima. Ik ben nog nooit hier binnen geweest. Gelukkig eigenlijk, hè. Want als je hier komt, kom je meestal voor... Als je opgepakt bent. Dankjewel, Danny. Waar kunnen we zitten? Hier. Oh, het ziet er goed uit, man. Oh, wauw. Ik ga nog naar boven. Oké, ik volg jou wel. Dat is jouw kantoor. Jij weet het best. Waar zit jou? Ah. Ah, mooi. Nou goed, ik ga wel zitten. Zo, ja, Danny. Ik ga het gewoon meteen vertellen. Gisteravond kwam mijn collega, mijn teamleider van mijn winkel. Eigenlijk degene die het runt. Jan, de enge man, met... Hey, we missen €7.000 uit de kassa. En aangezien ik camera's opgehangen heb, krijg ik het recht om COI te doen. Oftewel, camera's bekijken. Ik heb ook een computer waar ik het kan afspelen. En dan keek ik en toen zag ik ineens dat Sheriffing het gewoon gedaan had. En die dat terugstopt. En ja, dat was heel, heel klote. En nu wil ik hem zeg maar aan. Ik had de politie erbij gehaald. Je collega 96 Clear. Dat heb ik erbij gehaald. En die had hem opgepakt en in de gevangenis gestopt. Die zit daar nu. Die zit nu vast natuurlijk. En ik wil hem graag heel graag aanklagen, dus misschien kun jij een weet maken, een boekje pakken en waarin schrijven wat er aan de hand is. Dat ik een aanklacht indien tegen hem en dat ik een schadevergoeding wil van, laat ik even aan de kijkers over, of we gaan hem aanklagen voor €30.000 of voor €50.000. Dus zeg het maar, dan mogen de kijkers reageren. Maar ja, de vraag tussen jou Danny of jij wil doorgeven bij jouw politiechef eigenlijk, van hey, ik wil graag een aanklacht indienen tegen Sheriffing. Kun je zo ook doen. Ja, en dan wil ik er zeg maar instellen van, nou, ik wil hem aanklagen voor diefstal. Ik wil schadevergoeding in ieder geval van hem claimen. En ik wil dat hij een strafblad krijgt. Want het is gewoon een dief en dat willen we niet in Mytopia, denk ik, hè? Ja, voor ons is dat niet zo erg. Dan hebben we weer wat te doen, maar voor jullie natuurlijk wel. Oh, wat te doen? Je wilt toch gewoon geen criminaliteit in de stad hebben? Ja, maar soms is het ook heel saai om de hele dag hier te zitten. Nou, dat klopt. Maar ja, goed, criminelen moeten natuurlijk wel aangepakt worden. Hebben jullie ook wat te doen natuurlijk om in de gevangenis te houden en om gewoon daar neer te zetten. Volgens mij zit hij in ieder geval een week vast voor diefstal. Dus dat is wel fijn. Dus ze dat allemaal wel zien. En dan gewoon letterlijk een week lang zit hij in het hockey hier beneden. Hij is nu toevallig uitgelogd, maar dan zit hij hier beneden in het hockey. En dan zit hij gewoon vast. En ik wil gewoon aanklagen en zorgen dat ik gewoon mijn geld terugkrijg. En ik wil hem aanklagen voor de schade die hij mij toegediend heeft. Mijn vertrouwen. Dus zet ik het doorgeven bij jouw chef, van mijn Heraton, hè? Ja. Dan ben ik heel tevreden met je. En dan dat wil ik even bij jou doorgeven. Want voor ik zelf een broertje schrijf, dan is er geen bewijs van. En nu weet ik wat er gebeurd is. En ik heb het bij jou neergelegd. Dus dan moet jij het bij je chef neerleggen. Ik ga het meteen doorgeven. Helemaal goed, dankjewel. En dan heb ik hier nog een paar broodjes van de zaak. Een paar broodjes van de zaak? Oh, dat vind ik fijn, man. Je bent altijd trouwens welkom hè, bij Foodtopia. Ik zie je wel eens langslopen. Je mag best een keer naar binnen, hoor, Danny. Je mag altijd. Ja, ik heb ook ooit een keer bij die Cheriffing besteld, alleen Ging niet zo goed? Ja, goed. Het ging dus niet zo goed. Oké, het maakt allemaal niet uit, Danny. In ieder geval, man, wil ik je bedanken voor je tijd. Ik ga hem dadelijk weer verder. Ik heb een afspraak eigenlijk een beetje. En dan zie ik jou graag de volgende keer, man. Ik hoor nog van je. Nou ja, is helemaal goed. Thanks, man, voor het ontvangen van de broodjes. Oh, waar is het ook weer de uitgang? Oh, hier. Oh, dankjewel. Ja! Dankjewel, Danny. Fijne dag, man. Fijne dag, werk ze. Ja, jij ook. Thank you.
Alright, dat was dus Danny Games. Oftewel Danny. En zoals je hoorde, een jonge agent. Zeker weten, dat hoorde je ook misschien als stem. Hij is jong. Maar, zoals je ziet, hij is best professioneel. En moet ik eerlijk aan Danny toegeven. Ik dacht eerst van, nou hè. Danny is volgens mij 11, 12, 13 daartussenin. En ik dacht van, nou, dat is een beetje jonge gozer. En hè, ik ben al best wel kritisch naar mensen. Maar Danny doet echt, echt serieus vet goed werk. Je ziet, hij is vet professioneel. En hij gaat gewoon doorgeven bij zijn politiechef. Hij heeft opgeschreven in een boekie. Hij is klantvriendelijk. Hij zorgt dat iedereen zich welkom voelt bij de politie. En hij is er wel altijd. Hè. Als er iemand opgepakt moet worden, dan is Danny er wel altijd bij. Dus dat is super fijn. In ieder geval, ik heb de sheriffing dus nu aangeklaagd. Ik heb het doorgegeven. Binnenkort ga ik even een advocaatje regelen. Heel misschien ga ik zelfs Samal inhuren als advocaat. Ja, Samal. Want hij is wel goed als advocaat. Ik weet dat hij niet van de Red Street is. En dat hij van de Blue Street is. Maar hey, misschien heb ik hem wel nodig. Ik heb gewoon iemand nodig die goed is in wat hij doet. Dat is wel belangrijk. Nou, Shriffing is toevallig online gekomen. En hij zit dus beneden in zijn celletje. Kan er niet uit. Dat is hartstikke fijn. Ik ga even terug naar mijn winkel weer. Dan ga ik even aangeven bij, bij mijn teamleider. Oftewel mijn manager op het moment van de winkel. Van Foodtopia. Dat ik hem aangeklaagd heb. Dat het allemaal geregeld is. Hallo Ramsey. Hallo Pinky. Hallo Niraj. Je ziet jongens de drukste straat van de stad hoor. Jan. Yes, hi. Hey, het is allemaal gelukt. Ik heb hem aangeklaagd. Veel geld ook. 30.000 tot 50.000. Stel je voor, ik heb daar geen geld van terug. Dan krijg ik, beloof ik jou dat jij daar ook geld van ziet. Want jij hebt het natuurlijk opgevat. Dus ik krijg misschien een bonus van het gestolen geld. Want dankzij jou krijg ik dat weer terug. 7.000. Dan is dat gewoon voor jou. Oké. Nou, dan zou ik zeggen bedankt. Jij bedankt. Je hebt het goed gedaan. Volgens mij heb je een klant in de raas. Dus dan... succes man, ik wou het even bij je melden. Ja, is goed. Hey, dat is mooi om te horen. Nou, succes. Je doet lekker bezig nog steeds. Yes. Nou goed, dat is Jan. Dus die krijgt dan die bonus, want dat vind ik dan wel wat hij verdient. Ik bedoel, die 7.000, dat is voor mij eigenlijk peanuts. Weet je wel, 7.000, dat verdien ik per 2 uurtjes in Mindtopia. Verdien ik dat gewoon weer terug door mijn level 9 die ik heb deze week. Dus ja, op zich maakt het me niet zo heel veel uit. Maar het gaat er mij om het feit dat het van mij gestolen wordt. En heel simpel, dan heb ik gewoon korte metten mee. Gewoon klaar. Er wordt niet gestolen in de Red Light District. Gewoon, klaar, zero tolerance, geen tolerantie. Jij steelt van mij, geen probleem. Jij gaat lekker de cel in ieder geval voor een week. En dan ga ik gewoon zorgen dat jij strafblad hebt, dat niemand jou meer aanneemt, dat je moet gewoon niet stelen van mij. Dan heb je echt een gigantisch groot probleem. Geen idee. Dus dat is echt heel vervelend. En ja goed, ik heb in ieder geval aangeklaagd. Het wordt allemaal geregeld, dat is allemaal super chill. En mooi, dat is eigenlijk wat ik wou doen. In de volgende keer gaan we dus heel veel daarom krijgen. Jongen, ik wil gewoon, het enige wat ik op het moment eigenlijk wil, is uitbreiden. Ik wil naar Sunnyville, ik wil daar een winkeltje neerzetten, maar met al het gekloot kan ik allemaal niet erbij hebben. Oh man, wat een gezeur. Met binnenkort even weer een afspraak maken met de Fantastic Five ook weer. We hebben elkaar lang niet gesproken, geen plannetjes gemaakt, geen plannetjes gesmeed. Ik moet ook binnenkort weer even een grote inbraak plannen, heb ik ook weer een beetje zin in. Ik bedoel, hey, er is genoeg ruimte voor inbraakjes en dat soort dingetjes, dus... Dat soort dingen moeten echt even geregeld worden. Dat zou ik super fijn vinden. Oh, wacht eens even. Ik zie nou dit pot verkopen kan. / plot. Info. Het is van gewoon Joris. Het is verkoop. Het kan verkocht worden. En het is van Quartz. Blauwe ruitjes. Zie ik dat nou goed? Mag ik gewoon naar binnen gaan en gewoon even inbreken bij het huis? Fuck it. Deur, jongens. Allemaal Quartz, hè? Als ik dit nou opkoop voor een lekker prijsje, zeg... €50.000 en het allemaal laat scrappen bij de scrapyard, levert het me een heleboel geld op. Dus ik doe het snel weer dicht. Levert me een heleboel geld op. Dus dat is ook allemaal toppie dan. Sorry, ik laat me even afrijden weer, maar dat soort dingen, dat zie ik dan een keer staan. Dus dat is even misschien iets goeds wat ik moet doen. Nou goed, oké, ik was al even afgeleid, maar dat gaan we dus, ik ga weer verder. Ja goed, ik heb gedaan wat ik moet doen. Binnenkort moet ik echt een keer langs de IKEA om mijn huis in te richten. Als de IKEA er een keertje zal zijn voor mij, dat zal ik heel erg fijn vinden. In ieder geval mensen, vond je het een vette episode, een leuke episode? Laat even lekker een blauw duimpje achter omhoog als je het super awesome vond. Neem een kijkje wat de gasten beneden in het... Ah, daar heb je politieagent weer. Oh Danny. Nou, in ieder geval... Mensen, als je het een leuke video vond, laat lekker een blauw duimpje achter omhoog als je het inderdaad leuk vond. Ik zie jullie graag in de volgende video. Neem een kijkje beneden in de beschrijving voor de kanalen van degene die meegedaan hebben vandaag. Het zijn dus Danny en Jan de Engelman. Volgens mij alleen Jan de Engelman heeft een YouTube kanaal. In ieder geval mensen, dankjewel voor het kijken. We gaan vandaag voor de 3000 duimpjes omhoog. Ik weet dat jullie het kunnen. Ik geloof jullie. Just do it. Eventjes een blauw duimpje. Plop. 1 seconde werk en dan ben ik tevreden. Jij tevreden. Wij tevreden. Allebei tevreden. Leuke video's en win. En ja... Ik weet ook niet wat ik allemaal aan het lullen ben. In ieder geval mensen, dankjewel voor het kijken. Laat hem als het ziens. En... Hoi! Oh my,